echt een hele mooie ochtend. Geen voetbal, heb ik nog nooit gezien. Nee? Dan ga jij echt iets meemaken. Ik ben heel erg benieuwd naar het niveau. Dan begin je al helemaal verkeerd. Waarom? Nee, het wordt echt leuk dit. Hey, en Limburg. Dus wat gaan we straks nemen? Ja, een grote flypunt! Ja, tuurlijk. Nee, denk weer aan eten. Ja, straks. It must be love. Mevrouw Tesselaar. Ja, zeg maar Christel. Mogen we Christel zeggen? Ja, tuurlijk. Hoe oud bent u? Ik ben 75. Echt waar? 75. 75? Ja. Echt waar? En nog steeds op het veld? En nog steeds op het veld, ja. Want u bent coach van het G-team? Ik ben coach van het G-team. Zo jongens, we beginnen dadelijk. We gaan dadelijk het veld op. Otto en Carlo gaan de spulletjes even halen, de ballen en... En de pionnen of kijk maar eventjes wat je meebrengt, een paar pionnen. Dan gaan we even een warming-up doen. En dan gaan we een partijtje doen. Even, ik deel direct in hoe we zijn, hoe we spelen en doe je best vandaag. Je hebt er nog bij, die begrijpen het spelletje. En je hebt er ook erbij die... Het niet begrijpen. Maar dat krijgen ze geleerd. Van luister, de een is beter als de ander. Die een begrijpt het ook beter als de ander. Dus jullie zijn allemaal gelijk. Dus. Daar kunnen ze mee omgaan? En daar kunnen ze allemaal heel perfect mee omgaan. En hoe streng bent u voor ze? Ik ben... Bent u meer Louis van Gaal type of meer? Nee, alsjeblieft niet. Nee. Geen Louis van Gaal type. 6, 7. Heel goed. Ja, goed. Je moet ook weer 8 terugbrengen, denk ik. Dat is geen probleem voor anderen. Jij is niet goed? Nee, goed. Jij is niet goed? Ja. Oké. Okay. Ik voel al 16 jaar hier bij deze vereniging. Al. En nu? 12 jaar. Ik ben de jongen met de keeper, Richard. Ja. Ik weet niet of je die ook kan. Nee, die ken ik nog niet. Ik heb hem wel gezien, maar... Die keeper van ons, die is voel ook vanaf 94 bij ASV. Het G-team van SVA. Winnen is niet het belangrijkste bij het G-team. Voor hun ook niet? Sommigen wel, sommigen niet. Maar ik vind de beleving van de sport voor de gehandicapten vind ik veel belangrijker dat ze een echt team zijn. Ook al verliezen ze. Even langzaam op de plaats. Ja! Ja, halleluja! Is het goed team? We zijn nu tweede, maar ja, ik ben eigenlijk scurrie, want dus sommige dingen kunnen wel ietsjes beter. Maar op zich, het spel ben ik al tevreden over. En jij bent supporter van PSV, toch? Nee! Nee? Ajax! Hey, je bent fanatieke Ajax supporter. Oh, hallo. Ik denk dat ik naar het veld in ga. Nee, ik ben nog maar 8 PSV supporter. Dus mijn pap vanuit het paplepel op de tribune. Stuur je ze veel aan? Hey, kom, schip je wel! Ja. Is dat Renna? Ja. Lekkere goal. Wat zomer. En hoe gaat het hier in het doel? Gaat het goed? Ja. Ja, hij is super geconcentreerd. Je kunt hem niet bereiken. Het is... Ga dan pakken, Sidik. Duik je veel? Staat het goed nu? Staat je verdediging goed? Daar, achterin. Dan begon je nog vrij. Hé, kom op. Ja, hij is topkeeper. Hij stuurt alles aan. Weet precies wat er gebeurt. Een hele goede keeper. Lekker. Hey, ben je winnen? Ben jij snel? Nee. Ja? En kan je goed scoren? Af en toe. Maar een man. Ja.
Ik zag jawel, je bent wel, je bent ook een goede verdediger. Ja. Je zit er fel bovenop. En voor welke club ben jij een supporter? Ja, maar één. Wat is dat? Wat is dat? Barcelona. Barcelona? Ja? Ja. Volgens mij hebben ze je nodig, Dave. Ja. Kom. Hoppakee, gaat hij weer. Hoe is jouw naam? Carlo Smit. Carlo, jongens. Carlo. Carlo, hoe gaat het? Goed, hè? Ja? Ja. Sta je voor? Of? We staan voor, jongens. 5-1. 5-1? Ah, ja. Dat is toch niet leuk voor de anderen? Ja. Ik denk voetballen. Dat... Ja, ga. En tactisch, hoe doet u dat tactisch dan? Legt u 4-3-3, 4-4-2? Nee, dat hoef je niet te doen, dan houden ze zich toch niet aan. Nee? Nee, dan houden ze zich toch niet aan. Ze houden zich niet aan hun taak. Hè? Nee, maar ze vergeten het. Of voor of ja, achter? Ja. Oh. Voor achter middenveld. Maar niet midden? Nee. Jawel, dan maak ik voor 2 spitsjes en 2 in het middenveld, 3 achter. Wat is jouw sterke punt van verdedigen? Hey, Jorgen! Achterhoede. Achterhoede is je sterke punt. Ja. Wat is Christel voor coach? Trainster, hè? Een trainster, maar is het een strenge trainer of wordt ze wel eens boos op jullie? Ligt eraan hoe je het, als je te bond bakt dan wel, hè. En wanneer bak je te bond? Nou, bijvoorbeeld, je bent op een goal of een klootzak of weet ik wat tegen de scheids gaat. En zeg, ja, zo'n woorden gebruik ik natuurlijk niet. Dus, Wat wordt jouw mooiste actie? Oh, ik speel altijd voorin. Nou. Ja, je speelt voorin. Ja, het liefst voorin. Nooit achter? Nee, ik heb nooit achter gespeeld. Ik heb altijd voorin gespeeld. Ben je wel eens achter geweest op het veld of ga je er ook nooit kijken? Ik. Nee. Nou, lekker voor blijven. Dan speel je ook al in de wedstrijd mee? Nee? Nog niet in de echte wedstrijd gespeeld? Wil je dat wel doen? Wil je dat wel gaan doen in de echte wedstrijd? Nee? Moet je dan iets groter worden nog? Oké, komt ie, gaat ie. Ja, het scheelde niet veel. Goede aanloop ook, hè? Nee, welke keer? Bij het eerste gespeeld hoor ik. Ja. Klopt dat? Ja. Hoe was dat? Leuk. Ja? Ja. Heb je gewoon 5 minuten in een officiële wedstrijd bij het eerste gespeeld? Ja. Geen goal tegen gehad? Nee. Wat vond jij de mooiste actie van de wedstrijd? Gewoon voetballen. Ja, het voetballen. Gewoon het, helemaal het voetballen. Ja. Niet doen. Dat kan ik ook. Ik denk dat ze een standbeeld moeten oprichten voor de Christel Tesselaar. Ja, man. Coach, trainer, coach. Echt super hartverwarmend. Dat is 1 puntje van kritiek, vind ik zelf. Het is maar 1-2 benen van het hele team. Dus ze traint niet links en rechts. Jij hebt echt altijd wat te zeiken. Hé, hey, maar. Haha, we zijn klaar, dus nu? Naar huis? Nee, naar de bakker. De bakker? Een reuzenvlaai!